Dan ga ik even terug. Dat is over dirigenten heb en over klank heb. Ik kan me bij herinneren, het is me heel lang bijgebleven, dat Mengelberg dirigeerde de beroemde Oberon-ouverture. Nou, dat was briljant. Daar vlogen er stukken vanaf. Schitterend. En kort daarna komt Bruno Walter ook de Oberon dirigeren. En dat vergeet ik nooit meer. Hier staat hij. Dat sprak ik niet. Niet zeggen de vier hoor, dat niet. En met een paar woorden, heb je nou van de interpretatie van de dirigent, was het een totaal andere Oberon. En volgens mij was het van Walter de juiste, want die hield de sprookjessfeer. Terwijl het een heel briljante ouverture is. En Mengelberg die zocht weer. Bam. En het was allebei prachtig. De allereerste keer dat ik zat te trillen van de zenuwen in het Concertgebouworkest was ook mijn allereerste concert. En waarom? Als bescheiden een van de zoveel tweede violisten. Hij zei, heren, één man kan het bederven. En toen dacht ik, ik kan het bederven. En ik weet nog het stuk, ik weet dat dat geen enkele technische moeilijkheid opleverde, maar dat eerste concert, dacht ik, ik kan hier die boel bederven. Kijk, ik denk dat die man heel erg, ik heb hem persoonlijk, ik denk dat ik geen 10 woorden in de privésfeer met Mengelberg ooit gewisseld heb. Het was een iets uit een andere wereld wat tijdelijk voor je neus werd gezet. Maar ik denk dat die man heel veel van muziek moet hebben gehouden. Mijn leven lang heb ik een uitdrukking van hem, is me bijgebleven en heb ik overgebracht aan leerlingen en medemuzici. Een van de moeilijkste zaken in de muziek, van de moeilijkste gevoelens om over te brengen, is tederheid. Iemand die zo zegt, moet de waarde en het belang van tederheid inzien. En daardoor uiteraard niet te verwarren met sentimentaliteit en dergelijke zaken. En dat vind ik een waarheid die ik nog wel eens bij bepaalde uitvoeringen van opera's of concerten de dirigent of solist zou willen toeroepen. Ik heb wel eens gedacht, het is natuurlijk een drama voor die man wat er gebeurd is. Met zijn verbod om verder te mogen dirigeren enzovoort. Ik heb wel eens gedacht dat het ene drama voorkomen heeft dat er op andere manieren drama zou zijn gebeurd. Ook sociaal gesproken overleefde niet zijn tijd. U vroeg me daarnet wat van hoe was dat nou onrechtvaardig? Nee, dat was min of meer gewoon. Maar hoe langer hoe meer was de situatie van de dictator die wel even zou zeggen wanneer iemand op zijn stoel moest zitten en moest strijken of blazen of slaan of moest ophouden daarmee. Die tenslotte nog in wezenlijk is in de verhouding dirigent-orkest. Maar de autoritaire opvatting die je daarvan had, daar zou hij op zijn stuk gelopen. Ook met zijn eigen orkest, denk ik. Want die hele ontwikkeling was binnen het orkest merkbaar. Natuurlijk. Natuurlijk, het orkest is niet zo geïsoleerd van alles wat er om je heen gebeurt dan dat je alleen maar de gehoorzame slaaf bent. Kijk, bij mij was ook een ontwikkeling aan de gang. Eerst dacht ik, wat heerlijk, ik mag meespelen. En onder de grote Mengelberg en de grote zus en de grote zo enzovoort. Als je er een paar jaar zat, was daar een gewenningsproces en begon je je eigen oordeel meer op te bouwen. Vanaf het moment dat ik dat heb gedaan, en dat denk ik dat een jaar of 3 nadat ik er was gekomen, dus 38, 39, dat die irritatiegevoelens een rol gingen spelen. Ik zat naast een Joodse collega waar ik het heel goed mee kon vinden. Je kunt namelijk in een orkest elkaar het leven ontzettend zuur maken, maar je kunt het ook samen zo aangenaam en prettig mogelijk maken. Ik herinner me het moment van het tekenen van de Ariërverklaring. Dat heb ik gedaan zoals ik nu mijn handtekening onder een cheque van 25 gulden heb, bij wijze van spreken. Het gek genoeg. Het betekende niks. Je deed het. Gold dat voor iedereen in het orkest? Ja, ik denk het wel. Maar ik kan niet voor iedereen spreken. Ik kan voor mezelf spreken. Ik heb dat gedaan. Ik heb, en ik zeg niet voor rechtvaardiging of zelfbeschuldiging. Ik probeer voor u te schetsen
hoe ik dat op dat moment voelde. Ik voelde niet op dat moment, als ik dat papiertje teken, mag ik blijven zitten en gaat mijn buurman weg. Geen sprake van. Het was dat is toerekenbaar. Ik tekende iets waarbij ik misschien instinctief niet heb gekeken naar de consequenties die mijn handtekening zou kunnen hebben. Op een zeker moment waren die Joodse muzikanten er niet meer. Ja. Daar is iets aan vooraf gegaan. Dat moet op een gegeven moment aangekondigd zijn. Kunt u dat nog reconstrueren? Ik weet het niet meer. Echt niet. Er is niet een afscheid geweest? Nee. Schrok het orkest toen ze er opeens niet meer waren? Ja, uiteraard. Uiteraard, maar ik moet het verdrongen hebben. Het spijt me, ik kan het u niet zeggen. Maar het moet natuurlijk iets vreselijks geweest zijn. Het was natuurlijk een afschuwelijke tijd. En we hebben eerst nog wel doorgespeeld, de eerste jaren. Toen moesten we nog wel even doorspelen. En dat is toen. Toen moesten de Joodse collega's moesten uit het orkest. Dat was natuurlijk al afschuwelijk. Ik zat naast mijn vader in het concertgebouw. En toen werd de Zuiderzee-symfonie van Doppel voor het eerst gegeven. Gedirigeerd door Mengelberg, want Mengelberg dirigeerde altijd de werken van Doppel. Dat was een grote vriend en een steun voor hem. En toen eindigde het met een mars, ouderwetse mars, eindigde de Zuiderzee-symfonie. En toen zat Vermeulen op het balkon. En die riep, voordat iemand kon applaudisseren, leve Sousa. Waarop mijn vader, wat altijd een echte Leienaar is gebleven, die had in Leien, op Van Rees, de voorzitter van het concertgebouw, afging en zei, zullen we die venten gaan uitgooien? Dat herinner ik me heel levend. Maar meneer Van Rees was veel te deftig om zoiets te doen. Die ging daar niet op in. Maar degene die hem toen verwijderd heeft, was Jan Rahuze. Aan wiens kant stond u? Aan de kant van Vermeulen natuurlijk, want ik was zeer profans, begrijp u? En uw vader ook? Die was in die tijd zeer profans, maar die wou geen ruzie hebben. Die was natuurlijk een generatie ouder, dus die zei, die ruziemakers, die moeten we niet hebben. Dat was een andere kwestie dan of je nou profans of pro-Duits was. Maar dat is die hele Eerste Wereldoorlog, is dat heel sterk geweest dat men anti-Willem Mengelberg was. Wat kreeg Mengelberg voor een concert in het buitenland? Als hij bij u... Nou, 3000 gulden. Per concert? Ja. Wanneer? Soms. Of als een serie was 2500. Voor per concert? In de 30 of 40 jaar? Er geen tournee. Als de Berlijn zei, ja goed, we willen komen. Maar dan moeten we 10 concerten hebben. Heet? Dan zei je Potsdam en overal. Had je een concert? Hamburg. This orchestra was created on its present level by Mengelberg, by Willem Mengelberg, and by no one else. And now came his successors, who had just as hard a job, maybe even harder, not to let it sink, not keep it on the same level. Ik kan niet zeggen. Ik hield van Mengelberg, daar kreeg ik te weinig contact. Hij zei wel eens, na afloop van het concert, dan liep hij boven en ik wou ook mijn viool wegleggen, of liep daar toevallig met mijn vrouw. Toen zegt hij, u heeft prachtig gespeeld. Nou ja, was aardig, maar in zo'n orkest met heel veel strijkers, voelde je niet zo direct wat één doet, maar hij had een enorm scherp oor. Door wel op de eenling ook te spelen en te zeggen, betekende kijken naar mij, weet je. Hij zei altijd, er moet een draad zijn tussen mijn ogen en tussen de speler. Of hij daar zit of daar zit. En dan moest je dus met één oog hem zien en met anderen in je partij. En dat is een aparte techniek.
Dat is moeilijk. In Amerika had hij ruzie gehad. In Engeland, het gebied de waarheid om te zeggen, waren ze met zijn stijl van musiceren niet zo gelukkig. Die hadden een andere opvatting van de... Maar toen de Duitsers hem dus allerlei dingen aanboden, heeft hij daar gebruik van gemaakt. Natuurlijk veroordeel ik dat. Hij had moeten zeggen, ik heb het in mijn arm. Ik kan absoluut niet dirigeren. Hij had weg moeten gaan. Hij had, ja, als je een grote positie neemt, dat geldt voor iedereen, dan heb je ook noblesse oblige. En ik heb een concert meegemaakt in Den Haag, waar Jo Vincent solist was. En toen kwamen ze op en Mengelberg stond ook op zijn dirigeerstoel. En toen zei hij tegen Jo Vincent, u moet, Zijs Inkwart, die zat in de loge, die moet u even begroeten geven. Zegt ze, waarom? Ja, als u dat niet doet, dan kan u dat schaden in uw positie. Nou, zegt ze, dat zie ik dan wel. Maar ze deed het niet. Ik zat vlak voor hem. Zij stond naast me als soliste. Hoe reageerde het orkest op het weggaan van Joodse muzikanten? Ja, die vonden het waarschijnlijk wel erg. Maar deden verder niets. Integendeel, er waren ook al verschillende. Misschien niet veel, maar een paar. Die fascistische kant, dat fascistische regime, nou, daar ergens wel wat goeds in vonden. En die bleken ook eigenlijk dus fout te zijn. En die had je in dat... Toen ik terugkwam, hoorde ik dat de eerste hornist, een hele prachtige hornist, heel mooi, Cel, een felle, het was een Duitser, felle nazi was, nog een klarinettist, zijn naam schiet me volgens mij niet te binnen, en nog een paar die sowieso waren, die we afwachten, hoe wordt het, hoe gaat het. Dus die elementen, nou ja, dat was niet zo fraai. En de rest van het orkest, ja, die, daar zei bijvoorbeeld, hoor ik nog juffrouw Heemskerk zeggen, nou, als ze dan alleen maar, dat gold aan ons, moeten werken, dan gaat het nog. Hè? Zij kon ook niet weten wat er allemaal verder nog gebeurde. Maar zo zei ze, als ze alleen maar moeten werken, dan is het nou, ja, niet zo erg. Als er maar geen erger dingen met ze gebeuren. En na afloop pakte je je viool en je ging iedereen een hand geven? Nee, wij gingen weg. En de volgende ochtend? Want het was zo, er kwam een collega bijvoorbeeld op een fiets, reed toen ik liep in Amsterdam, reed voorbij. Daar, nou die man, tja, dat was misschien een beste brave man, maar die dacht er niet aan om even af te stappen. Zei, hoe gaat het? Angst. Als Mengelberg een stuk dirigeerde, dan repeteerde hij op een hele bepaalde manier. Hij repeteerde door eerst, laat ik zeggen, het orkest murw te maken. Dat ze, laat ik zeggen, zich overgaven aan hem. En dat is psychologisch een heel merkwaardig iets. Hij begon eenvoudig dit te praten. Ik heb dat meermaal meegemaakt, maar dat was een ongelooflijke ervaring. Dan dacht je, hij gaat repeteren. En dan haalt hij zijn arm al omhoog. En dan kwam er een tikje. En dan hield het en dan kwam er geen muziek. Hij sloeg niet neer. Hij deed zo. Dan had hij weer de aandacht. En dan vertelde hij weer dat hij daar wou je dat hebben. Daar allerlei details. Zat ondertussen te schrijven in zijn partituur. Dat hij, ja, die noot van de fluit moet daar iets uitkomen op die letter. En dat soort dingen. En daar moet die hobo iets sterker zijn. Want die domineert daar. Een hele verhaal. Maar dan zette hij dat ook in zijn partituur. Als je een partituur van Mengelberg ziet, dan is dat één wemeling van blauw en rood. Heeft u het gevoel dat hij na de Tweede Wereldoorlog te hardvochtig behandeld is? Ja, positief. Ik bedoel, althans, dat er geen enkel... ik ben ook nog jurist geweest. Ik ben een tijdje advocaat geweest vroeger. Niet lang, hoor. Maar ik bedoel, ik heb toch ergens een juridische knobbel. Ik heb het gevoel... Hier had een artikel moeten zijn
dat ook rekening houdt met de personeelstructuur. Als iemand zo geniaal is in zijn vak als Mengelberg, want dat was hij, dan zijn er andere dingen die men moet kunnen aannemen dat hij niet begrijpt. Mengelberg was een groot meester, daar hoeven we niet lang over te praten. Hij was als mens niet altijd even makkelijk. En hij had ook wel het idee dat je zo'n jong manneke toch even een groentijd moest laten meemaken. Hè? En die groentijd was dan zo, dan zat ik in de zaal bij de repetitie en dan tikte hij aan. We zeiden, meneer de componist, komt u eens hier. En dan kwam ik met lood in mijn schoenen naar boven. De meneer de componist, u hebt hier geschreven een grote trom, maar u bedoelt natuurlijk een kleine trom. Maar ik zei, ja, meneer Mengelberg, u weet dat natuurlijk veel beter dan ik allemaal, maar ik bedoel een kleine trom. Heren, u hoort het, meneer de componist wil een grote trom hebben. En dat was typisch Mengelberg. Ja, hij had ons veel, hij had me veel eingeladen. Hatte ziemlich kostbaren Wein immer gebracht. Und ich wollte immer, dass er von seinen Erlebnissen erzählt. Er hat mir gesagt, dass er in Leningrad und in Russland und auf der ganzen Welt hat er dirigiert. Und da konnte er nie etwas erzählen, was wirklich etwas Positives gewesen wäre. Er ist dann immer wieder zurückgekommen auf den Wein, auf einen guten Stumpen zum Rauchen. Oder dann auch viel Frauen waren, hat er immer wieder erzählt. Und dann von der Musik. Und von der Musik habe ich wieder nichts verstanden, nicht? Ich fand die Repetition altijd interessant. Maar als je het vervelend vindt, ja, God, dan moet je soms iets zo dingen over doen. Maar over de algehele linie zou je kunnen zeggen dat hij op handen gedragen werd door het orkest? Ja en nee. Als persoonlijkheid wel en als figuur wel, maar menselijk. Och, sommige mensen wel. Hij was altijd heel aardig voor het orkest, vond ik, maar hij was heel kritisch. Hij heeft dus nooit meer gedirigeerd na de Tweede Wereldoorlog? Nee, ik zei, je moet beginnen. Mijn idee was, begin met de Matthäus-persoon. Want dat wordt niet geklapt, er wordt niet gedaan, er wordt niks. Nee, daar gaan de mensen niet uiterlijk politiek voeren. Maar de mensen waren hier zo overdreven. Hoe was hij die laatste jaren, als u hem in Zwitserland ontmoette? Verdrietig? Ja, kinderlijk verdrietig, want hij begreep het niet. Vindt u persoonlijk, als vriendin van hem, dat hij fouten gemaakt heeft? Nou, hij praatte soms een beetje veel. En fouten. Ik bedoel, politiek. Hij zag niet van de stoel en banken dat hij pro-Duits was. Maar hij was helemaal niet pro-nazi. Dat is een vergissing van de mensen. Maar hij ging naar Duitsland en hij had contract in Duitsland. En hij ging altijd naartoe en hij werd er op handen gedragen. Ook de hele moeilijke tijd. En hij zegt, juist als een land het moeilijk heeft, dan moet je je juist niet, moet je ze niet in de steek laten. En zijn ouders waren Duits, dus want ja, hij stond anders tegenover dan wij. Was hij misschien ook een beetje naïef? Ja, heel naïef.